Hallo. Hallo. Hi. We gaan vandaag een ander soort warming-up doen op de vloer. We gaan een ander soort sfeer opwarmen om een keer een variatie te hebben. We gaan warm worden door kracht en lenigheid in plaats van conditie. Dus je mag lekker liggen. Oh, ja, dat is fijn. Het begint heel goed. Nou, armen mogen opzij, benen mogen gestrekt. En rechterarm, of een rechter linkerhand, breng je naar rechterhand. Maak je lichaam mee slepen en je rond terug. Je bent dus heel zwaar. En terug. De volgende gaat heen. En die hou je vast. Dan heb je ellebogen. En een hefboog. Een stuk om je hoofd. En je rolt terug. Nog een keer. Dus arm naar arm. Wacht dat je benen heel zwaar zijn. Oké, vier borstbeen.
billen in de lucht. Strek je rechterbeen wat mat. Als je het zwaar vindt, ga je billen weer omlaag doen. Is het te doen? Yes. 4. 3, 2, 1. Zet neer. Plat. Andere been gebogen. Teen naast je knie. Hetzelfde met links. Strek door. En buig. Strek door. En buig. Strek door. En buig. Gaat het goed? Dan kun je je been dat gebogen is iets verder naar je neus doen. Dan probeer het werkbeen dan steeds te strekken. Voel in je bovenbeen. Nog 2. En nog 1. Mag je billen weer omhoog tillen. Het linkerbeen gestrekt. En badmans met links. Wanneer je omhoog gaat, is het mooiste moment om uit te blazen. Probeer je rechterhak goed in de grond te duwen. Dat zorgt ervoor dat je je billen omhoog kunt houden. 3. Thank you.
goed. Mag je handen, knieën. Gaan we op zo'n tafeltje. Rechterbeen maar verstrekken. We gaan 8 keer omhoog. En dan voorhoog naar zijn. Komt 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Breng hem nu omhoog en dan naar zij. En weer terug. Terug naar passé.
in. En gaan we zelf naar links. Omhoog. Ontspan je schouders hierbij. Lang. En terug opzij. En terug naar achteren. Die hou even vast. Yes. En terug. Yes. Oké. Voeten een stukje uit elkaar. Maar ik ga een beetje zijschijn. We houden armen heel rug houden we recht. Armen gaan van voren naar zij. En terug. Probeer je rug hier heel recht te houden. En dan span je echt je rugspieren aan. Schouders doe ik heel bewust omlaag. Terwijl ik mijn borstbeen gespannen naar voren deel. Dus mijn rug is heel geconcentreerd. Mijn buik is aangespannen. Hier zit spanning. En bij je armen moet die release zijn. En hierna gaan we door. Hetzelfde met de armen. Maar gaan ondertussen. Omhoog en drop down. Hak omhoog en drop down. Wanneer je drop down gaat, blaas uit. Adem in en uit. En de laatste. Oké, gaan we rechte hak, links gebogen en je teen mag naar je hak. Rechte been blijft gestrekt. 4. Rechtervoet zet ik neer, linkerhak naar mijn linkerbil en dan zet ik de knieën naast elkaar. En dan doen we nog één ettige stretch, je mag je rechterhand opzij. Je mag je standbeen buigen en van gebogen strek je hem achter neer. Probeer die vast te houden. 4, 3, 2, terug naar knieën naast en wissel. Wissel, linkerhak. Rechterbeen gebogen, neus, knie, hand naar je teen. 4, 3, 2. Linkerhak, voet neer. Zo voor recht rug hier, ik ga iets naar achteren, maar dan weet ik zeker dat ik goed zichtbaar ben. Druk goed je gewicht in je linker stambeen. Buig je stambeen en strek hem door. Ja, mag ik zo over naar de andere kant. Yes. Thank you.
wisselen. Hand op je heup. En dan zij, kans winnen weer. Dan zijn we van de rug klaar. Ik vind die oude muziek in het next hoor. Welke hoop of niet zo nog meer doen? Dus ik praat over de andere groepen. We gaan naar zijn knieën. Ik vind die andere muziek wel heel niet next hoor. Ja, heb je liever die andere dan? Ik heb een andere. Ja, daar mijn template ja? Oh. Maar je past wel op vijf. Waarom kan je op mijn zit gewoon steeds maar. We gaan een bolle rug maken. Dus je trekt je borstkas in. En je maakt een rolle rug. En dan kijk je nog omhoog. Borstkas in. Zou ik nog een keer doen?
maar je moet echt eigenlijk je benen ook helemaal strak hebben. Thank you.
Heel goed, gaan we over naar weer recht voor de muur staan. En dan ga je je benen dus zo zwaaien, zijwaarts. Dus dan krijg je die. 1. Op 20 keer rechts, 20 keer links. Het lijkt saai, maar geloof mij, straks kunnen jullie alles doen. Even schuiven voor. Zo. Dan ga je weer
tenen, de achterste tenen op het matje. En dan ga je 10 keer doorzakken. Dat heb ik al eerder gedaan. Oké, komt weer aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wissel van been. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed. Heb je als het goed is best wel heel goed opgelet. We gaan nu zo spagaten doen. We gaan nu eerst straks een gewone spagaat doen met je handen naast je zij. Dan 10 tellen. Dan 10 tellen met je handen voor. En dan 10 tellen, probeer om je handen los te laten. Ja? Als het niet lukt op een matje, doe je dat zonder matje. Dan komt hij aan en de spagaten gaan we doen in 3, 2, 1, spagaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Handen voor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Handen hoog. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oeh. Dan gaan we naar de andere kant. Ik ga zo van mijn knieën aan het matje. Ik heb ze bij oude knieën. Nou, ik ga het ook niet hoor. Oké. Alex zweet zich. Wat? Ja. Het is wel een rustige les, maar toch heel ja, intensief. Intensief, maar wel een hele fijne. Ja, hè? Dus we gaan links in 3, 2, 1, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Handen voor. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Handen hoog. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed. Ja. Mag je op je knieën? Deze hebben we net al een beetje met Alex volgens mij gedaan. We gaan eventjes. Goed even zo rekken. Mag je wisselen van been? Hand op je heupen. Split. Officieel wordt een split
eigenlijk met je knieën omhoog. Dus eigenlijk wordt de split zo. Echt? Ja. Dus dat je echt zo zit. Wanneer is dat? Ja, dat is zo wordt het geleerd. Maar wij kunnen dat nog niet. Dus ga zo een split doen. Je kunt het op je buik doen, maar ook op je ellebogen. En dan gaan we dat 20 seconden vasthouden. Ja? Oké. De split gaan we doen in 3, 2, 1, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20. Goed. Mag je even je benen uitschudden. Dan gaan we zo straks 10 standspagaatjes doen. Ik zal hem even voordoen op links en op rechts. En dan gaan we straks een ronde spagaten doen met 10 tellen gewoon. 10 tellen handen naar voren. Dan draaien we naar de split, 20 tellen. En dan doen we de split bij de spagaat op de andere kant, ook 10 tellen gewoon, 10 tellen handen naar voren. En dan nog één keer de split van 10 tellen. Ja? En dan is de tijd al bijna voorbij, vind ik. Ja, maar we moeten even snel, hè? Ook iets later. Oh ja. Span de standspagaatjes. Je doet deze 1, 2, 10 keer en dan links en rechts. Yes. 1. Ja. Volgens mij hebben we een gat in de hand. Precies. Hashtag nieuwe kleren. Even 10 keer de benen zo heen en weer slaan.
aan bij de muur, rechts en links, ja? En 10 standvergaardjes rechts en links, dat op de markt. Kijk wat we verder komen, de laatste ronde. 3 keer scheepsrecht, hè? Zeker. 10 tellen gewoon, 10 tellen armen naar voren, 20 tellen split, 10 keer op je andere weenspagaat gewoon en 10 tellen met je handen laag. Ja, en die laatste split slaan we op. Op laag, omdat het een goede vrijdag is. We gaan beginnen in 3, 2, 1, start. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, handen voor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Draai rustig door naar de split in 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Draai door. In 3, 2, 1 en start. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Handen voor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mag je eens vlinderen? Oh ja. Ja, ik kan het niet, omdat mijn benen al op de grond zijn. Als dat lukt, als je dit kan, dan kun je dus de stoel pakken. En dan kun je dus je benen nog verder krijgen. Ja, hier op opnieuw, denk ik. Goed. Ga je been even uitschudden. Als je een stoel erbij pakt, of een muur, of een kruk, kom op. Gaan we even onze benen heel goed stretchen. Die hebben we best wel veel intensief gebruikt. We gaan net zoals dat, ik vind die wel van jou deze heel erg mooi. Zou je die dan even nog één keer doen? Of straks? Maar straks wel. Ja. Gaan we in een schredenstand staan, dat is dit. Ja? De tenen wijzen wel naar voren. En dan druk je je hak in de vloer. Dan voel je hier een spier. Rechtop blijven, hoe meer rechtop, hoe meer je het voelt. En druk je hak in de vloer. Wissel van been. Soms, als je best wel lenig bent en je voelt niks, ga je
alleen nog iets verder naar voren. Maar zolang je hak maar in de vloer is. Onze benen spreiden, de tenen wijzen naar voren. Dus niet zo. Ja, en dan gaan we met onze rechterbeen gaan we buigen. Dan voel je je lies. Rechtop blijven. Dit helpt niet. Als je nog niet voelt, ga je nog iets dieper. En wissel van been. Schouders draaien en naar voren. Geef je rechterarm naar je linkerschouder en druk met je linkerhand dus de rechterarm iets bij je borstkas. Zo, je linkerarm naar je rechter schouder. Begin nog een keer draaien. En de laatste kant. Dus mag je even je. Dan mag je lange armen maken. Ik doe het even aan de zijkant voor. Dan ga je een bolle rug maken, zodat je borstkas in is. Maak je armen helemaal lang. Keer op je borst. En maak langzaam open. Trek je schouderbladen naar je toe. En kijk omhoog. En blaas uit.
mag je je hoofd naar voren doen. En langzaam omhoog. Zo. Naar beneden. Rechtop. Met kracht en enigheid. En
keer weer alles aan conditie. Bedankt voor het kijken. Ja, heel erg bedankt. Ook voor haar en voor Luc. En we wensen jullie van HGV een ontzettend fijne feestdag. Ja, goede vrijdag en de paasdagen. We waren helaas niet online vanwege de platte router, dus we hebben een videoopname gemaakt. Deze hebben we al geüpload. Als je ons ziet, de upload is gelukt en we zag je ons niet. Doei! Fijne Pasen!